Nou, het parcours door Nederland is rond de 420 kilometer. Ik ken wel bijna elke millimeter. Dat je weet waar elke bocht zit, waar in elke bocht welke stoeprand er bijna zit. Ik heb het laatst nog met mensen besproken dat ik het eigenlijk ook wel uit mijn hoofd wil halen. Dus ik ben ook blij als het dadelijk gereden is. Dan kan ik dit loslaten. Ja. Dat parcours is een onderdeel van het werk. Daarna kijk je ook naar de veiligheid van en de renners en de bezoekers en de omgeving. Van hoe kom je ergens bij je event en hoe ga je weer weg. Maar ook hoe kom ik van A naar B als ik er niks mee van doen heb. Ja, alles speelt een rol. Ja, hier zijn ze het startpodium aan het bouwen. De zogezegde rem. Ja. Met daarachter dadelijk een videowall. Waarin de presentatie ook van de ploeg is. Ja, en daar starten zij op. Om de 4 minuten. 23 ploegen. De droogte heeft ook wel een soort Spaans tafereel veroorzaakt. Hè? Het is helemaal Spanje nu. Hè? Het gras is niet meer groen. Nee, het gras is zeker niet groen. Dus ze vroegen al mij, ga je het nog groen spuiten? Ik zei, dat gaat niet lukken meer. Ja. En waarom kon die verhoogde stoeprand dan niet blijven? De ploegentijdrit komt van die kant. En dan zou je nog zeggen, nou oké, die kunnen wel op één rijbaan er nog langs. Ook niet helemaal handig, want ze rijden met een enorme hoge snelheid hier. En dan wil je ze eigenlijk meer ruimte geven, ook fysiek. Ja? Ja, en vervolgens komt op zaterdag aan die kant het peloton terug. Ja, dan kan niks blijven staan. Ja? Want anders hebben we hele andere taferelen. Ja? Kijk, je hoopt dat iedereen op zijn fiets blijft zitten. Alleen, ja, valpartijen is nooit uit te sluiten. Maar we proberen er wel alles aan te doen om het voor de renners zo veilig mogelijk te maken. Ja, maar kan dat? Nee. Kijk, alles uitsluiten is wat je hebt ook met een peloton te maken. Uiteindelijk zitten er natuurlijk altijd wat bochten en rotondes in. Daar ontkom je gewoon niet aan. Maar er zitten geen objecten in de laatste 30 kilometer. En dat vind ik wel persoonlijk heel, heel prettig. En wat erin zit, dat hebben we eruit laten halen. Sorry, wat foto's. Hoe gaat het? Ja, dat zeg jij maar of het zo goed is. Nou, dat ziet er hartstikke netjes uit zo. Je kent dat die dingen hier, ja. Het is vlak getrokken, dan krijgt hij alles zo niet. Het loopt natuurlijk wel alles, alle papieren zijn er wel even weg al. En vegen natuurlijk eronder. Okay. Ja? Ja, maar dat ziet er netjes uit zo. Ja, misschien dat daar nog ietsjes vlakker, maar weet je, daar kijk er even naar. Maar ik vind dit netjes zo. Nou ligt er hier ook een busbaan, waarom is dat nou geen optie? Ja, dat had een optie geweest, maar zoals je ziet, als je deze busbaan volgt, moet je daar een haakse hoek draaien op het busstation. Ja, nu hebben we hem hier aan de zijkant een nieuw stuk asfalt gelegd. En dan kan je ook goed zien dat dat een rechte lijn is waarin ze kunnen finishen met deze snelheid. En dan hebben ze nog voldoende ruimte om af te remmen. Om vervolgens weer aan de achterzijde het terrein te verlaten. Ja, want als jij over de veiligheid gaat, dan wil je natuurlijk niet dat dit misgaat. Nee, dit moet absoluut niet misgaan. Ze komen hier met een hoge snelheid aan. Hopelijk een kilometertje of 60, 70. Dus dan moeten we ze echt wel de ruimte geven.